Een vrouw en drie kinderen zijn vrijdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de A59. Een personenauto kwam klem te zitten tussen twee vrachtwagens. Het ongeval veroorzaakte een lange file. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de A59 van Raamsdonksveer richting Waalwijk ter hoogte van Sprangkapelle. De politie kwam snel ter plaatse en trof een grote ravage aan. Eén inzittend kind overleefde het drama en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het kind zou ernstige verwondingen hebben. Het ongeluk ontstond waarschijnlijk toen enkele vrachtwagens plotseling moesten remmen voor een file bij de afslag Waalwijk. Daarachter reed de auto, die door een nog achterop komende vrachtwagen, onder een remmende truck werd geduwd. De A59 werd afgesloten en dat leidde tot verkeersdrukte op de aansluitende A27. De identiteit van de vrouw is bij de politie bekend, maar nog niet vrijgegeven. Een van de kinderen in de auto was van de bestuurster zelf, de andere komen uit verschillende gezinnen.